Hallo, ik ben Edwin Klaassen en ik ben een bakker vanaf mijn 14e. En ik heb een aantal bakkerijen doorlopen in Nederland, in het oosten van Nederland en in Brabant. En ik ben hier om kennis te delen. Als je brood wil gaan bakken, dan heb je een aantal grondstoffen nodig. Dan heb je meel nodig, bloem, zeezout, water en een decem of een gist. En dat zijn hoofdgrondstoffen. En wij gaan vandaag bakken, brood bakken, een bijzonder brood. Van hoofdgrondstoffen. Dus niks, geen toevoegingen. Pure ingrediënten gebruiken. Te koop bij een goede molenaar. En dan kun je dus heel mooi brood bakken. We gaan een bijzonder brood maken voor mij. Dat is de woeste knoest. Waarom nou een woeste knoest? Omdat een brood is die mooi wild opengebakken zijn. En een bepaalde techniek voor nodig zijn. En dat gaan wij vandaag bakken. Essentieel, als je brood wil gaan bakken, is een digitale weegschaal. Koop een kernthermometer. En controleer je oventemperatuur. Als het metertje op 200 graden staat, moet hij ook daadwerkelijk 200 graden zijn. Ja? Broodbakken doe je op 235 graden en dan moet hij niet op 210 graden zijn. Dat heeft consequenties met je bakaard, hoe je brood er uiteindelijk uit komt te zien. Dus thermometer, bij de betere kookwinkels verkrijgbaar. Je hebt gewoon een krabber nodig, een litersmaat en dat zijn standaard dingen die je nodig hebt om brood te kunnen bakken. De stappen van broodbakken. Je gaat een recept afwegen, je gaat mengen, je gaat kneden. Je gaat hem opbollen, je gaat hem een voorrijs geven, je gaat hem opmaken, je gaat hem een narijs geven en je gaat bakken. Je receptkeuze bepaal je of je meel neemt of bloem. Het verschil tussen meel en bloem is dat het oogwaarneembaar de zemel moet zijn. En dan heb je meel. Als je de zemel en de kiem verwijdert en je maalt het en je zeeft het, dan heb je bloem. En meel is gemalen van de hele korrel. Kijk, hier kun je dus de zeemeel zien zitten. En dat is meel. En dan heb je dus volkorenmeel. Dat is gemalen van de hele korrel. En dit is tarwemeel. En dat is 50% volkorenmeel en 50% bloem. En dan heb je dus tarwemeel. Daar wordt tarwebrood van gemaakt. En dit is dus bloem. Zie je wat de zeemeel, de kiem verwijderd, gemalen, gezeefd. En dan heb je dus bloem. En hier is dus geen zeemeel met het oog waarneembaar. De zemel is het vliesje van de tarwekorrel of van de roggenkorrel. Ja? En de kiem, dat is eigenlijk waar die vandaan komt. Dus de kiem aan een zemel. De zemel is het vliesje van de korrel.